Nou, hallo guys, sorry, ik heb deze dag niet gevlogd, omdat ik, ja, ik voel me gewoon echt kut. En wat het nog erger maakt, is dat mijn telefoon nu kapot is, dus ik kan niet meer snappen en zo. Ik zo ging een lampje af. Ja, kijk, zeg maar, deze kant van de beeld, die doet het dus niet meer, dus ja, ik ben helemaal afwezig van social media. Maar misschien ook beter even hier tot rust komen. Zo, kun jij vandaan? In ieder geval, ik ga nu even mijn pakketjes brengen naar PostNL. En dan gaan we naar de Vio's stiefmoeder. Voor de rest gaan we eigenlijk niks meer doen. Dus ik weet niet hoe lang deze vlog duurt, maar ik ga hem denk ik gewoon afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Het was heel gezellig. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we weer. In een restaurant. Had ik het door, hier is meer aan de hand. Hoe was jij eerst nog zo charmant? Dan moet ik over mijn cheeks. Waarom heb ik dit verdiend? Ik gaf al mijn energie. Alleen niet als wat jij mij ziet. Ik zag niks, ik was verliefd. Dit is mijn emo-liedje. Ik heb hem terug, nu is hij vies. Ik was geen kwaad, ik was verdriet, maar van geluk. Sta jij je armen omheen of ga je loslaten? Ik zit met mijn gedachten in de lucht. Maar dat jij hier was en dat ik je alles kon vragen. Oké, mensen, als jullie bij de kapper zijn, krijgen jullie niet een soort van mini orgasm als aan je haar wordt gezeten. Oh my god. Oh, nee. Nou, mijn haar is helemaal gevlochten, jongens. Oh ja, ik hou even mijn hand op mijn voorhoofd, want het is echt super groot nu. Hier was gegeven. The edges though. Nou, goedemorgen jongens. We zijn aan de gym in het bos. Ze is niet alleen mijn fotograaf, maar ze is ook mijn personal trainer of the day. Melody! Woe! Ja, ze gaat petsen met me. En ik ga nu even touwtje springen om warm te worden. Dus ja, dat gaan we nu even doen. Ja, ik let's weet, go. Zal ik het, ja, ga je het filmen? Ja, ik ga het filmen. Oké, dan gaan we. Let niet op mijn bouw. Maar wat film ik nu precies? Mijn opwarming up. Nee, ik bedoel, zie jezelf. Oh nee, je kan het ding flippen. Oh, flip it and whip it. Oh my god, dit moet je wel afknippen. Lekker bezig, heb je er zin in? Yes. Oh, ik dacht, ik doe even sportief, ik doe een dubbel, maar dat kan ik helemaal niet. Fit, hè? Na je foto van gisteren, fit. Oké, okay, beter straks terugkomen wanneer we geoefend hebben. Oké, okay, let's get it. Daar zijn ze bachata aan het dansen. Hoor die. Mensen, moment. Hey, ik heb deze helemaal. Je kan buiten gymmen, je kan buiten bachata dansen. Eentje heeft daar solo, duo. Ja, man. Oh shit. Nou, hallo. Ik ben net klaargemaakt. Ja, we zijn net terug van de gym. Van de gym naar buiten. Brownie is alweer naar me aan het kijken. Ik ga hem even snel uitlaten. En daarna ga ik met Davio's zusje bij Angelique slapen vandaag. Omdat ik haar echt lang niet heb gezien. En ze blijft me altijd vragen, wanneer kom je bij me slapen? Wanneer kom je bij me slapen? Dus ik dacht van, ja, laat ik nu eens een keer echt gaan. Ja, we gaan naar buiten, schatje. Dus ik ga nu even snel Brownie uitlaten. Ik heb net even snel gegeten, je weet toch. Pat, boom. Ik moet echt zo'n standaard hebben dat ik gewoon goed kan filmen. Nou, ik zie jullie later. Nou guys, ik denk dat ik vandaag de leukste sleepover in mijn hele leven heb. Ik heb vandaag een sleepover met Angelique en April. Ik ga de McDonald's leeg eten. Ja, ik ook. Ah, nooit meer filmen. Wat? Ik mag nooit meer filmen? Nee. Oh. Nou, we zijn nu bij een Mackey Day. Je mag altijd filmen. Nou, dankjewel, mijn lieve schat. Ja.
Kijk deze gekke file voor de Mac. Wee, yo. Gaan we nog? Tuurlijk gaan we nog. Ik zei gas. Gabber. Eeuw, wat was dat? Was dat een scheet? Als je liet deed dat. Ja. Oh, ze lijkt echt op me. Ik laat ook altijd een scheet. Ja? Jij laat ook altijd een scheet. Jij laat ook soms een scheet. Ja, ik maar laat eigenlijk altijd scheten. Ik ook. Eeuw. Heb ik van mijn hele familie. Oké, is genoeg als je liek, man. Ja. Nou, weet jullie. Familie. Als je liek. Klaar nu. Anders krijg je geen Happy Meal meer, hoor. Ja. Nou, weten jullie al wat jullie willen? Alle twee Happy Meal, toch? Ja, Happy Meal met kipnuggets en met appelsap. Ik kipnuggets en cola en patat. Oké, nou dan gaan we dat even halen voor de kinderen. Nou jongens, gelukkig ga ik geen McDonald's voor mezelf halen, want mijn moeder heeft roti gemaakt. Dus ik ga sowieso roti eten. En wij gaan boven. Ja, jullie zijn echt vieze, vette vreetzakken. Hij is jouw mama, shalom! Hey! Oh joh, deze kinderen. I can't. Twee Happy Meals. Twee Happy Meals, wat mag erin zitten? Alle twee kipnuggets, toch? Ja. Maar mag ik wel verse McNuggets? McNuggets? Ja, verse. Dat is zeg maar net uit de frituur komen. Ja, tuurlijk. Kan ik een beetje? The difference. High quality. Ik ben erg tevreden over jullie laatste opdrachten. Een aantal van jullie hebben echt je best gedaan. In mijn oude kamer. Het is raar om hier te chillen. Ik ben hier met de twee kleine Drarys. En we zijn lekker Netflix aan het kijken. Dus ja, we zijn lekker aan het Netflixen. Kijken. We zien jullie morgenochtend weer. En ja, slaap lekker hè, of niet? Haal die duim uit je mond. Je bent geen baby meer. April, kan je tegen ons zeggen dat het geen baby meer is? Nee, ik ben geen baby meer. Nou, deze stickers heb ik ooit in mijn bed geplakt. Toen was ik 6, 17 of zo. Niet eens 4. Nou, oké, later. Wakker worden, Fona. Wakker worden. Zo. Ik denk dat ik mijn mond ga kleiden. Ik ben wakker. Ik even een touwtje mee gaan springen. Het is echt raar om in deze kamer wakker te worden en weer te vloggen, man. Ik krijg luipe throwbacks. Ik mis het wel echt hier, man. Als ik hier zo slaap, denk ik van, hey, blijf van mijn dingetje af. Wat is dat? Ik krijg echt luipe throwbacks en nu denk ik echt van, het is allemaal zo makkelijk. Mijn moeder maakte elke dag eten. Ik hoef niks te betalen. Ja, moet je mondkapje opdoen, hè? Doe maar. Mondkapje. Je hebt hem helemaal kapot getrokken. mondkapje, zet hem op je smoel. En dan hoe gaat hij verder? Knibbel! Oh, wat een liefde, jongens. Wat een liefde. Heel. Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe. Ik kan het niet hebben als het avond is. En mijn avond is het je vaak. Je weet dat ik niet luister als je praat als dit. En mijn Oké, ik ben gedoucht, maar deze twee stinkers zijn nog niet gedoucht. Ik ga zo meteen nog douchen. Oké, en ik ga nu mijn make-up. Doen. En ze hadden heel graag zien hoe ik dat doe. Dus dan gaan ze me lekker supporten. Nou, ik ga nu beginnen, guys. Let's kiddy. Oké, jongens, ik ga even naar de winkel. Maar ik krijg dus heel vaak de vraag van, ja, zijn die twee kleine meisjes je kinderen? Nee, kijk, April is dus het zusje van Davio. En Angelique is mijn zusje. Maar we hebben niet dezelfde vader. Dus daarom is zij ook een lichtere huidskleur.
Nou jongens, ik ga deze vlog afsluiten. Vond jullie dit een leuke video? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Deze outfit is trouwens een Fashion Nova for everyone who wants to know. Nou, ik vond het heel gezellig met jullie. En ik zie jullie bij de volgende video. En volgende! En vergeet niet te abonneren. 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 Abonneren!